De return in de eerste ronde van de Youth League. En Ajax begint op roze aan dit duel met een 3-0 uitzegen uit de heenwedstrijd op zak. Lang, Pjolman voor zich. Het is de eerste hoekschop van de wedstrijd. Lang die net als afgelopen weekend van de rechterkant begint. Kluivert als linksbuiten. Kluivert nu met de corner en De Wit raakt de paal. Doekie komt er niet tot schieten. En het schot van Antonucci wordt gekraakt. Die corner dus. Goed ingelopen en mooi verlengd door Dani De Wit. Gunnarsson aan de grond genageld. Antonucci, heel veel vrijheid. Antonucci, ruimte om uit te halen. Antonucci, en wat een geweldige pegel. Wat een schitterende goal van Franco Antonucci. Hier is geen houden aan voor Gunnarsson. Wat een kanonschot. Hij heeft heel veel vrijheid. Waarom dan zo de bovenhoek in te rammen? Een wereldgoal van Franco Antonucci. Breidablik is een ploeg in opbouw. Eenmaal kampioen bij de senioren. Sierhuis, oh! En kan het dan nog mooier dan die goal van Antonucci? Dat kan dus. Wat een geweldige goal van Kai Sierhuis. Het is bijna niet te geloven, maar we hebben 12 minuten gespeeld. En we hebben twee fantastische werelddoelpunten gezien. De voorzet van Noah Lang en Sierhuis. Wat een geweldige omhaal. Onderkant lat. Wat vliegt hij geweldig in de lucht. Wat raakt hij die bal goed. Sierhuis, Sierhuis. Oh, de paal. De tweede keer al het houtwerk geraakt. Krijgt hem goed mee in de loop. Haalt maar eens uit. En die paal voorkomt voor de tweede keer een Ajax-doelpunt. Sierhuis. Nu ruimte voor De Wit. Kluivert en voorlangs geknikt door Sierhuis. Goeie voorzet van Kluivert. Het is een bekend recept dit seizoen bij Ajax. Strak aangemeten voorzet van Kluivert. Sierhuis die hem verlengt. Hij raakt hem niet vol genoeg. Kluivert, goede voorzet, Lang helemaal vrij, raakt hem niet goed. Krijgt een pan klaar op het hoofd gelegd. Ja, deze moet eigenlijk zitten, maar Lang raakt hem niet goed. Kemper met de versnelling op de achterlijn. Daar is de 3-0, Dani De Wit. In de 40ste minuut. Hij knikt hem goed binnen. Goeie actie van Kemper, mooie voorzet. En Dani De Wit klikt hem mooi strak tegen de richting in. En verschalkt Gunnarsson voor de derde keer. Het is wat slordiger in het begin van de tweede helft. Boeltam. De Wit. Boeltam. Boeltam. Boeltam naar zijn linker. Boeltam en nog net uit de hoek weggehaald door Gunnarsson. Goede actie van Reda Boeltam. Dit is een goede bal, maar Doekie daar weer om op te ruimen. En de volgende vrije trap. Sigurdsson gevloerd. Dat is weer Willumsson achter de bal. Goede bal en op de paal. De Lange ontsnapt na zijn eerste tegengoal dit seizoen. Goeie vrije trap van Willumsson. En dan de kopbal op de paal. Kluivert. De kopbal. Hier Kemper. Kemper en gaat er toch in. Het leek even een geweldige redding van Gunnarsson op het schot van Kemper. Maar het is niet voldoende. Struik, die kopt. De bal die niet lekker wordt weggewerkt. Kemper die dan vol uithaalt. Gunnarsson zit er nog wel aan, maar het is niet voldoende. En dus eindigt die bal uiteindelijk
in de goal. Lang. Veel ruimte, want Breiner Blik was met veel mensen naar voren. Lang. Tuurt de tegenstander het bos in. Kemper, Dani de Wit. En nu wel een hele goede redding van Gunnarsson. Bijna een kopie van de 3-0. De voorzet van Kemper, Dani de Wit die weer heel hoog komt. Maar nog net met een handje, Gunnarsson. Knappe redding. De Wit. Nou, nu een steekpaas. Heel veel ruimte. Kluivert. Antonucci mee. Sierhuis mee. Kluivert voor. Goed verdedigd. Antonucci. Op de achterlijn. Weer een omhaal, Sierhuis. Nee, deze gaat over. Twee keer in één wedstrijd. Dat wordt wel iets te veel van het goede. Goed voorgeslingerd. En Sierhuis denkt, nou, dan probeer ik het nog maar een keer. En het eindsignaal van de scheidsrechter. Na de 3-0 zegen in IJsland wint Ajax vanavond met 4-0 op de toekomst van Breiða Blik. 7-0 over twee wedstrijden. Ajax was veel... Als Ajax was vele maten te groot voor de kampioen van IJsland. Het plaatst zich met overmacht voor de tweede ronde van de Youth League. En daarin treft het Griekse PAOK.